gekke Fransoos. Mocht jij snel te goed willen halen voor FIFA Points, check de eerste link bovenaan in de beschrijving. Hey kijkers, mijn laatste terms. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe FIFA Draft Mode. Vandaag gaan wij even een hele mooie opstelling doen. We gaan een beetje, ja, verdedigend of gaan we een beetje aanvallend spelen? Ik weet het eigenlijk niet zo goed wat we vandaag moeten gaan doen. Dit is op zich ook best wel een keer. We gaan gewoon een keer een hele andere opstelling doen die ik nooit zou kiezen. Maar dat geeft niet. Ja. Nu moeten we een keuze maken. Duits, Frans, Engels of Spaans? Bill vind ik wel een motherfucking baas. Maar Müller vind ik ook eigenlijk wel een held. Maar we hebben ook meteen eigenlijk een hele goede spit. Zullen we gewoon een keer voor Duits gaan gokken? Of is Duits een beetje een hele grote gok? Weet je, we gokken gewoon Müller. Ik heb geen idee wat we hier nu krijgen. Ik heb Müller gegokt. Was het een goede gok? Op zich. Het was decent. Oh, fuck. Ik kies meteen links mid. Was Müller een goede? Nee. Nou, nee. Eigenlijk hadden we Engels moeten gaan. Helaas. Pindakaas. Maar hey, ships happens, zeggen ze wel eens. Moussa. Nou, laten we gewoon de bank vol pleuren. Hopen dat het wel goed komt. We hebben wel in ieder geval een Duitser. Dat scheelt. We hebben een beetje Duits-Engels nu. Als we geen Duitsers krijgen, linkervleugelverdediger. Komt wel goed uit trouwens. Dus linksachter eigenlijk. Kijk, hier hebben we ook geen Duitsers. Dus dat komt eigenlijk wel heel goed uit. Kijk, boom. Laten we gewoon kijken wat we krijgen. Ik vind echt... Oh, elke keer als ik dit moet doen, joh. In ieder geval hebben we wel topkak. Sorry. Oh, ben ik ook een lul. Hier hebben we dan in één keer wel weer een heleboel Bundesliga spelers. Dus laten we Castro pakken. Topkak. Waarom noem ik hem topkak? Hij heet toprak. Wat een topkak. Topkak. Topkrak. Hummels. Kijk, dat is... Dit is het goede werk, hè? Boateng. Kijk, mensen, dit is het goede werk. Nu maak ik geen grappen met jullie. Maar dit is wel real business. Kijk, en hier zetten we in één keer weer een Duitse neer. Hoppatee. Zie je, Duits was toch wel een beetje de oplossing. Ik klop hem even netjes af. Maar hier hebben we bijvoorbeeld Malibu. Cola. Kijk, die kunnen we er ook neerzetten. Is ook weer een Duitser. Groene lijntje op het middenveld. Altijd goed, hè? Marcus Berg. Oud FC Groningen speler. Laten we in ieder geval Di Maria pakken. Ik zou niet weten wie ik daar anders moest pakken. Oké, we mogen kiezen tussen Korp of... Nee, dan doen we natuurlijk Paaltje. Paaltje Verhagen. Spannend. Paaltje is gewoon een baas. Moeten we nog een keeper hebben. Neuer of zo, is wel mooi. Navas, die lacht altijd zo mooi. Boom, Duitse keeper. Ik ben echt heel benieuwd wat we als spits krijgen. Gewoon helemaal niks. Daar hebben we gewoon helemaal niks aan. Ik doe gewoon Lacazette. Red Tete. Kijk, hier hebben we nou weer wel heel wat aan. Hallo, Bellarabi. We hebben alles, behalve een goede spits en een linksmid. Als we nu bijvoorbeeld, hoe heet die, Lewandowski krijgen, dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn. Zou misschien een beetje te geluk toevallig zijn. Kijk, zo real ben ik nou ook wel weer. Ik vind Neymar wel een mooie speler. Ronaldo. Ja, helemaal niks aan. Ja, Ronaldo wel. Leuk. Erbij, hè? Welkom, Ronnie. Maar, ja. Hier hebben we niks aan. Ik weet in ieder geval wel dat ik Sterling omruil met Ronnie. Ja, alles klopt. Behalve de spits. en de linksbuiten. Het klopt gewoon niet. Oh, dit is wel echt een dikke degradatie. Kijk, alles achterin klopt. Het is helemaal Duits. 100% Duits. Ik kan er ook niks anders van maken. En ook niet op het middenveld. Ja, ik kan een Sterling neerzetten, maar die twee die maken elkaar niet zoveel. Ik vind Ronaldo toch wel even wat beter dan Sterling. Laten we kijken wat we als coach krijgen. Oh, mijn pet zit echt heerlijk. Oostenrijkse Bundesliga, waar wij natuurlijk niet zoveel aan hebben. Laten we dan gewoon deze manier nemen. Oh, wacht. Misschien krijg ik mijn ding is nog wel omhoog. Als ik nou eens kijk, hè, dat wij nu Wenger hebben. Wenger. Is dat dan gunstiger? Ja, zeker weten gunstiger. Maar Ronaldo is beter. Gaan we dat doen? Ik heb liever Ronaldo denk ik even op de achterhand. Laten we daarvoor gaan. Laten we Ronaldo op de achterhand houden. Gaia zetten we er natuurlijk even in. We hebben altijd wat goede kaartjes op de achterhand, denk ik. Nou, let's go. Dit is ons team. Ik heb er vertrouwen in. En we gaan ervoor. Yeah. Nou, ik ben heel benieuwd wat hij heeft. Oké. Hij heeft dus alle Engelse met Spaanse, Italiaanse... Combineert. Hoe kan hij meer kernstudie hebben dan mij? Ik mis één lijntje. Twee lijntjes. Drie lijntjes. Vier? Ik eigenlijk niet. Let's go gewoon. Woo! Lekker. Doe dan. Het is die gekke Fransoos die toch scoort in een Duits team. La 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 la. Lekker zat, jongen. Bellarabi, hoe scheef ben je? Oh, wat een mafklapper. Ja! Hoe dan? Het is weer de
die gekke Fransoos. Wat een mooie strakke bal was dit. Tuk, 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 tuk. Poink. Ja, als hij die had gemist, was het wel echt een pannenkoek. Rage quit, rage quit, rage quit, rage quit, rage quit. Do it, do it, do it. Au. Hij doet het dus niet. Hij gaat wisselen. Pogba erin voor Ramirez. Pogba, goeie voetballer. Hey, 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 hey! Oh, ik werd geblokt terwijl ik wou schieten. Gehaakt. Dit mag toch niet? Oh, lekker voor je. Duits wordt afgestraft. Alleen Duitsers mogen Duits spelen, jongen. Oh, jemig. Dit is wel even ons potje vandaag, zeg. Holy shit. Man of the match en keeper. Let maar op straks. Boom. Oh. Oké. Okay. Hoe dan? Hoe dan? Soms speel ik FIFA en dan bak ik de pannenkoeken ervan. En soms speel ik FIFA en dan gebeurt er dit. En dan werkt alles in één keer. Jezus, wat een heerlijke goal, man. Zo de jue. Dan hebben we gewoon eigenlijk alles gewoon goed te pakken meteen. Goed gedaan hoor, dit. Ja. Dit was goed gespeeld. Ik liep met 2 man. Stom dit. Zo, dat was wel goed in het hoekje gemikt, Castro. Lekker, jonkie. Boom. Meteen tegenantwoord geven. Altijd het beste, hè? Panel. Ja, ja. Helaas, pindakees. Rood. Rode kaart voor Bovo. Bovo. Zo, die was in één keer weg. Hij kreeg rood en hij verdween van het veld. Hup, hup, hup. Truc noemen ze dat. Rest boven in de hoek. Boom! Lullig voor hem, hoor. Hij is nu alleen maar aan het glijden. Die vent is echt pist. Zoiets zou mij ook overkomen, zoals dit. Dit overkomt mij ook. Geloof me. Oh, hij is weg. Boom! Volgende potje! Hoe was de keeper? Hier is de keeper. 8,7. Nou, tweede wedstrijd. Poeh, oké. Hij heeft dus Spaans met Italiaans, zie ik. En Engels. Op zich ziet het diest uit. Ben benieuwd, let's go. Hij heeft wel een heel mooi Ajax logo, dus mag de beste winnen, jongen. En ik hoop natuurlijk dat ik dat ben, of course. Maar als hij wint, hey, even goede vrienden. We hebben toch 5-1 gewonnen in de eerste match, dus daar ben ik wel heel blij mee. Dat was wel een hele mooie pot. Sterling, wat geef je rare handjes? Het is niet echt een vergelijking, jongen. Ah, ik denk dat hij een backup heeft. Let maar op, 3 wissels. Eerste minuut haalt hij rode kaart. Oh, dat zou GG zijn. Nee, hij heeft geen wissels. Hey! Dat is toch een vrije trap! In het echt is dat ook gewoon bodychecken, hè? Dat mag niet. Müller! Oh! Sterling! Nee! Balen. Ja, dit is stom. Dit is zo stom. Waarom paast die bal in zijn voeten? Kijk dan, hier. Oh nee, nou, dat ziet hij dus niet. Dat laat hij dan net niet zien. Ja, goed gespeeld. Hoppatee! Meteen terug antwoorden. Alsjeblieft. Ik beuk gewoon die vent omver. Hier, hoppatee. Kom op, hé! Hey. Fuck! Wat doe je? Kijk dan! Hier, niet verdedigen weer. Ah, oké, het is afgelopen. Wat een kut goal, die tweede en die derde. Het is gewoon één stomme steekpaas. Het is goed gespeeld natuurlijk, ik weet het. Maar keeper, jongen, je weet toch dat als hij op je korte hoek komt, dat je niet op de lange hoek gaat keepen? Oh, tuurlijk. What the fuck doen mijn spelers daar? Nou, geef die bal. Gaan we... corner? Nou, oké, het zal. Weg, heel goed. Oké, bam. Nu is het afgelopen. Bellarabi, van jou heb ik deze match nog niet veel gezien. Succes, Di Maria. Lacazette, fijne dag verder op de bank. Ronaldo, doe je ding. En Sterling, succes Neymar. Oh, wat doe je? Ronnie, bal, no boy. Wat is nou weer aan de hand? Oh, scheids, het is gewoon een kaart. Je kopt hem in de voeten van mijn speler. Huil in een hoekje. Where did you go? Oh, 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 alle spelers gingen weg. En waarom druk je op start? Oh, oh.
Ga je trap tegen terwijl ik de bal schiet? Wie heeft dat ooit meegemaakt in het profvoetbal? Een bal trappen en dan een vrije trap tegen krijgen. Dat kan gewoon in FIFA. In FIFA kan dat, mensen. Geef hem dan. Ja, hè? Oh, wat is nou weer aan de hand? Oh, als deze bal had gezeten, jongen. Oh, ik had liever die goal dan deze fucking penalty, man. Ja, ik doe hem door het midden. Ik zou niet anders weten wat ik moet doen. Hoe wist hij dat? Ah! Oh, wat baal ik hiervan. Ik zou niet weten wat ik anders moest doen. Ah, nu is hij weg. Ja, goal. De afstraffing die ik net gaf, krijg ik terug. Nou, Verhaag, jongen. Fuck off, ik ben er klaar mee. Ik ga hier weg. Ik ga hier weg. Ah, oh, kijk dan hoe die verdedigt. Ik kop die bal. Oké, gefeliciteerd. Je hebt terecht gewonnen. Terecht gewonnen. Ik ga er ook niks anders meer over vertellen. Jezus. Wat afgedroogd. Nou, 2-3 pakketjes. Ja, eigenlijk 2, want zelf stelt niks voor. We hebben alweer bijna 100k op dit account. Heel nice. Come on! Weer niks. Getsy Derry. 100k hoor. Ja, dames en heren. Het is waar. 100k. Woe! Jee, feest. Nou, allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze draft. Vond je het leuk? Druk alsjeblieft wel op een duimpje omhoog. Ze super awesome zijn. Vorige keer hadden jullie ook maar op een duimpje omhoog gedrukt. Mocht jij nou een voorstel hebben hoe ik de volgende keer draft moet spelen, laat dan in de reacties achter. Wie weet doe ik jou een draft wel idee de volgende keer. Zeg tegen de mensen tot de volgende keer natuurlijk. En ciao! Yo!